ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag zaterdag 18 mei, dacht ik. 18 mei, ja. En ik ga vandaag voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. En een beetje een gekke datum om met een weekvlog te beginnen, maar ik had er vandaag gewoon zin in. Dus ik dacht, dan begin ik hem ook gewoon lekker. En heel veel kijkplezier. Doe zeker een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan veel plezier met deze weekvlog. Nou, ik was net samen even met een vriendinnetje koffietje doen. En ik had nu gelijk opeens helemaal zin om de vlog te beginnen. Ik heb me even omgekleed. En zo meteen komt mijn vriend thuis en gaan we lekker even samen naar de stad. Of naar de mall, moeten we even kijken. Even shoppen, want over 2 weken ga ik lekker op vakantie. En ik kan echt niet wachten. Dus ik dacht, ik ga lekker voor jullie deze week filmen. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik ga nu eventjes mijn camera gelijk in de oplader leggen. Want dan is die opgeladen voor de hele week. Hoop ik. En dan ga ik wachten tot mijn vriend thuis is. Ja. Dat knip ik er even uit. Nou, ik ben met de boyfriend. Wat gaan we doen? Met de boyfriend naar de shopping. Ja, we gaan eerst even lunchen. Want we hebben echt trek. Even bloemen kopen. En dan gaan we naar de mall. Naar de mall, mall. Zin in. Weet je dat mensen het raar vinden dat ik de hele tijd zeg mijn vriend in plaats van Macaulay? Makilili. In de vorige week vlog zat je ook, hè? Heb je die gezien? Nee, dat heb je niet gezien. Ik heb hem wel geliked. Oh, nee. Dus ik zag een reactie, maar je geeft gewoon een reactie zonder te kijken. Wat? Nee, ik had het wel gekeken. Ik vind jouw vlog zo leuk. Nou, oké, okay, wij gaan even. Ik kijk er echt naar uit om naar je vlog te kijken. Bon appétit. Die van jou ziet er wel echt heel lekker uit. Ja, lekker. Oké, okay, wij zijn in de Mango en ik heb dus deze aan. Ik vind dit dus heel leuk. Maar ik vind ook mijn schouders het best breed maken. Snap je wat ik bedoel? Ik vind de kwaliteit van deze polo. Ja, deze is heel mooi. Deze is ook van de Mango. Mannen, maar ze is heel groot. Dun. Ja. Is een beetje. Maar dit kunnen wel, je kan hem wel bestellen online. Maar de kwaliteit is wel echt top. Alleen je bent bang dat als ik wat kleiner pak, dat die heel. En deze oorbellen. Kijk hoe leuk. Maar vind je dit leuk, dit zo? Vind je die mooi? We zijn nu in de Zara in de mall. En ik heb dus net een cadeautje gekocht en nieuwe schoenen. Maar ik ga ze thuis even laten zien. We zijn nu eventjes aan het kijken voor de boyfriend. Ik vind dit shirt dus heel leuk. Mooie blouse. Niet aan het eten, wel. Dit zijn die gyoza. Dit is echt heel lekker. Zit in een mall. Het heet Mood. Echt heel lekker. Aanradertje. Wij zijn terug van de mall. En ik heb echt best wel veel gekocht. Niet erg natuurlijk. Heb jij nou iets gekocht? Nee. Heb je helemaal niks gekocht? En ik heb gratis eten gekregen. Oh ja, en gratis eten, want ik heb een weddenschap verloren. Oh, je hebt nee, je hebt dit toch gekocht? Proteïne? Oh ja, de proteïne hebben we gekocht. Nou ja, in ieder geval proteïne. Scheermesjes. Wat ik heb gekocht is nieuwe schoenen. Namelijk deze. Kijk hoe leuk deze zijn. Ik dacht even wat anders. Heel blij mee. Deze oorbelletjes gekocht. Deze gouden. Very cute. Ik heb deze gekocht. Heel leuk. Ik dacht heel leuk boven een spijkerbroek. En dan met mijn rode schoenen. Of iets anders. Ik heb een bikini gekocht bij de H&M. Deze met het topje. En het broekje. En hij is een beetje crème wit. Nou, nog proteïnepoeder van de Action. Vind je dat nou lekker, die proteïnepoeder van de Action? Mm-hmm. Is het een aanrader? Aanradertje. En deze oorbellen bij de Mango. Echt heel leuk. Dus dat. En wij gaan nu, gaan we film kijken ofzo? Good morning, het is vandaag zondag. Gisteren waren we dus even naar de mall geweest en verder
Oh ja, ik heb gewoon een shopvlog laten zien. Het is nu zondagochtend. Wij gaan straks mijn moederdag een soort van inhalen. Omdat we dat vorig weekend niet hebben gevierd. En we gaan nu eerst eventjes sporten. Dus we hebben onze sportkleding aan. En we gaan eerst een stukje rennen. En daarna gaan we een stukje trainen volgens mij. Geen idee. Ik zal misschien wel even een stukje filmen. Maar ik heb even wat zonnebrand op mijn gezicht gedaan. Omdat we buiten gaan sporten. En ik ga even mijn haar vast doen. En dan daarna douchen en klaarmaken. En dan wil ik eigenlijk even mijn nieuwe schoenen aan. Hadden we iets gefilmd? Jawel. Oh ja, een klein stukje. Misschien doe ik dat even hiervoor. En we hebben ons nu klaargemaakt. Heel, heel snel. We waren een beetje aan de late kant. En we gaan nu naar mijn moeder toe. En dan gaan we daar lekker lunchen. En nou ja, moederdag vieren van vorige week. En daarna gaan we dus midget golven. Mini golven. Ik weet niet waar. Wat ze had gezegd? Bij de Westfield. Bij de Westfield? Ja. Is daar een mini golf? Ja. Waar dan? Dat zei ze. Ze hebben het gezegd. Nou, geen idee. In ieder geval, ik heb nu dit nieuwe truitje aan. Spijkerbroek en mijn rode Nike's. Zin in. Zijn mijn lippen te heftig? Hier. Nou, je hebt echt je best gedaan. Heel erg. Ja. Ik word hier blij van. Heel lekker. We zijn heel trots. Ik heb mijn best voor jullie gedaan. Jullie mogen lekker genieten van meteen. Ga lekker zitten. Nou. Ja, het zit er heel leuk aan. Er is nog veel meer broodjes, maar die doe ik straks dan in de oven. Oké. Zie meneer. Die gaat ervoor. Hol 10. 53 meter. Echt? Ja, ik zweer. Hoe wil ik deze dan? Oké, mag ik beginnen? Waar weet je dan waar die is dan? In dat gele ding? Ja, uiteraard. Nou, ik weet nu al dat. Nou, het is toch echt golven geworden. Let's go. Richting? Nou. Zo! Ja, doe maar. Sla maar. Good morning. Het is vandaag maandag. Gisteren gingen wij dus in plaats van een beetje golven, gingen we normaal golven. Ik kon er echt, ja, ik bakte er echt helemaal niks van. Het was wel heel erg leuk. Ik ben wel mijn armband kwijtgeraakt. Mijn armband is echt weg, hè? Ja. En wij gaan nu sporten. Heb je er zin in? Yes, miss. Oké, wij hebben net echt anderhalf uur gelopen. Zo'n stukje langer. En wij gaan nu even weer naar de stad toe. Geen idee waarom. En ik heb dus nu nieuwe schoenen aan. Heel blij mee. Zitten echt heel lekker. Het zijn dus die kinderschoenen. Oké, okay, wij zijn terug uit de stad. Alleen mijn camera zat dus in mijn tas. En nu zit er allemaal zand in de lens. Ik weet niet of je het ziet. Maar wat ik heb gekocht is dit tasje. Voor vakantie, heel cute. Mijn vriend heeft dit broekje gekocht. Ik heb dus deze lange jurk gekocht. Heel cute. Zo. Met een bikini eronder. En deze slippers, maar dan niet voor mij. Eigenlijk leken ze echt precies op die andere. En een haarband. Oké, okay, en wij gaan nu uit eten. Good morning. Het is vandaag maandag. Dinsdag natuurlijk, want gisteren was Pinksteren, dus gisteren was ik vrij. We zijn toen even lekker naar de stad geweest. En vandaag wordt het dus heel erg lekker weer, maar het gaat in de middag ook regenen. Dus ik vond het lastig. Ik wist niet zo goed wat ik aan moest doen. Dus ik heb nu gewoon deze aan en dan heb ik mijn rode Nike's aan. En ik heb ook mijn blazer voor als het een beetje koud is. Ik dacht, dan heb ik een beetje, ja,
van allebei een beetje. Dus dat. Even kijken wat de planning is voor vandaag. Dat moet ik doen. Ja, dit moet ik allemaal doen. Ik ga even het bord klaarzetten. En ondertussen ga ik ook eventjes een koffietje drinken. Ik had namelijk deze nog, dus dan ga ik die gelijk eventjes opdrinken. Oké, okay. Romeo en Julia. Nou, we zeiden al, het gaat over liefde. Maar wat is er eigenlijk aan de hand in dit verhaal? Ja, dus die families die gaan eigenlijk niet samen. Die hebben ruzie met elkaar. En daardoor is het best wel een heftig, ja, strijd. En dan staat er ook, Rover schrijft... het was fantastisch, maar ik hoop wel dat de groep 8 musical wat minder heftig wordt. Wat bedoelt hij daar dan mee? Waarom zegt hij dat? Ja, mooi. Dus jij denkt, dit verhaal is eigenlijk net iets te heftig voor zo'n groep 8 musical. Dus jij denkt eigenlijk bijvoorbeeld, het verhaal Zo Goed Als Nieuw, dat spreekt meer aan voor iedereen. Ja, mooi. Mooi antwoord. Er waren ook een aantal woorden. Nou, het balkon. Dat kennen we waarschijnlijk wel, maar het balkon, dat is niet het balkon wat wij hier hebben of bij je huis. Maar het balkon, dan zit je hier boven. In veel theaters heb je op een vloer bovenop de zaal ook zitplaatsen. Dat zijn zitplaatsen op het balkon. Vanaf het balkon heb je meestal een goed overzicht over het podium en de zaal. Good morning, het is vandaag woensdag. Oh, het ziet er slecht uit. En ik heb vandaag schoolfoto. Het is vandaag woensdag 22 mei. En zoals ik dus net zeg, heb ik vandaag schoolfoto. En het is heel slecht weer. Dus ik ga eventjes mijn make-up doen. Heel veel make-up. Altijd met dit soort dagen ga ik dingen uitproberen op mijn hoofd. Wat een soort van de meest onhandige dagen zijn om dit te doen. En daardoor zie je dan de volgende dag er niet uit. Welkom in mijn leven. Nou, dus gisteren heb ik zelf bruiner op mijn gezicht gedaan. Maar nu is dus mijn gezicht best wel bruin. En de rest van mijn lichaam best wel wit. Dus dat was niet helemaal de bedoeling. Kijk, ik ben blij dat ik een beetje een kleurtje heb. Op de schoolfoto ziet dat er wel beter uit. Alleen het is dus vandaag echt heel slecht weer. En afgelopen jaren was het juist heel lekker weer. En dan kon je lekker een jurkje aan en een leuke outfit. En altijd als het wat slechter weer is. Ik wist gewoon niet wat ik aan moest doen. Want ik had dus een jurkje gekocht voor nu. Alleen het is nu gewoon echt geen jurkjes weer. Totaal niet. Dus ik zat eerst, ja, wat ga ik dan aandoen? En toen dacht ik, ik ga gewoon een beetje iets basics aandoen. Waarvan ik weet dat het sowieso wel oké staat. Dus ik heb vandaag een beige outfit aan. Ik dacht misschien ook wel leuk voor de foto. Dan valt het ook niet heel erg op. Dus ik heb vandaag een beige outfit. En het regent echt super, super hard. Dus ik moet echt eventjes... even alles goed op mijn hoofd doen. Ik ga mijn haar stijlen. Ik dacht eerst, ik ga het een keertje krullen, maar... Ik ben met krullen gewoon bang dat het verkeerd gaat. En daar heb ik nu gewoon geen tijd voor. Dus ik ga het gewoon lekker stylen en heel veel make-up op mijn hoofd doen. Dus jullie zien mij zo. Nou, uiteindelijk steltang doorheen, make-upje erop en het valt me best wel mee. En ik denk dat ik mijn outfit ook maar gewoon ga laten. Het is wel een beetje basic, maar ik vind het wel cute. Het is dus deze trui en een beige broek. Alleen weet ik dus echt niet welke schoen ik eronder moet. Normaal draag ik namelijk hieronder als mijn UX, maar dat is als het heel koud is. En dat is het nu niet. Het is wel heel bewolkt en het regent, maar het is niet super koud of zo. Dus ik vind dat ook een beetje gek als ik hier mijn UX onder ga doen. Dus ik denk dat ik gewoon witte sneakers eronder ga doen. En dat eigenlijk. Doe alleen nog heel eventjes oorbellen in. En ik heb dus dan nu mijn gouden sieraden om. Dus ik doe even zo. En ik dacht, misschien zijn deze oorbellen wel leuk. Die heb ik nieuw. Of zit dat te dicht op die andere? Nou, volgens mij kan het wel. Volgens mij is dat wel leuk. Ik moet even kijken. Het is een beetje dicht op die ander. Nee, dat wordt hem niet. Nou, de schoolfoto is geweest. En
Het is alweer woensdagmiddag. Ik ga zo meteen laseren en ik ga jullie maar meenemen. Maar ik ga nu eerst even bij het schoolvoetbaltoernooi kijken van mijn klas. Ik ben heel benieuwd. Ik ben weer thuis van werk. En ik wilde heel even langs huis om even een hemdje aan te doen. Want ik ga dus straks voor de tweede keer laseren. Ik ben 4 weken geleden voor het eerst geweest. En ik merk nu wel al een beetje verschil. Natuurlijk is het beter als je langer gaat. Maar ik merk nu al dat ik minder vaak hoef te scheren. Dus dat is heel erg fijn. En ik vind het gewoon heel fijn om een hemdje aan te hebben. Anders lig je daar zo naakt, als je snapt wat ik bedoel. En nu kan ze gewoon perfect mijn oksels laseren, alles. Dus ik ga even mijn jasje aandoen en dan ga ik onderweg daar naartoe. En dan zal ik daar ook nog wel even een beetje voor jullie filmen. En ik ga dus weer naar Skinsmell. En stel dat je het nou ook leuk vindt of je hebt vragen, stuur me dan gewoon even een berichtje. Want dan kan ik je even helpen en je vragen beantwoorden. Maar ik ga nu er vandoor. Ook goed. Ja. Ik vind het juist ook fijn als het gewoon gezellig en ja, laagdrempelig. En niet dat je je helemaal zo voelt van ik moet er zo uitzien. Maar ik had wel dat ik dacht, oh, mijn teennagels, dat moet wel. Maar daar had ik helemaal geen zin in. Dus toen dacht ik, nou ja. Nee, van een afstand is het gewoon roze. Het is gewoon roze, precies. Ja, ja, ik doe echt standaard French. Omdat ja, ik ga dat morgen doen. Dat is echt, weet je waarom? Nou. Als het nog uitgroeien valt. Dat valt niet zo op, hè? Als je kleur hebt, dan zie je gelijk die uitgroeien. Ja, dan zie je gelijk die uitgroeien. Ja, dat is ook wel zo. Is het dan nu anders dan dat je nu iets anders moet doen dan de eerste behandeling? Nee. Het is gewoon hetzelfde. Ja. En ik zei dus net al, ik zie dus echt al verschil. Oh, je praat in de kamer. Ja, sorry. Sorry. Ja. Nee, dus ik ben echt heel erg benieuwd. Want het verschilt toch ook per persoon hoeveel behandelingen je nodig hebt, of ja, niet? Ja, zeker. Kijk, de ene heeft natuurlijk veel meer haar dan de ander. Dat zijn natuurlijk ook weer meer haarsoortjes. Ja. Ja. Maar is het juist zo, als je, hoe zeg je dat? Mm-hmm. Als je meer haar hebt, is het dan ook moeilijker of juist makkelijker of zo? Ja, in principe blijven de behandelingen gewoon hetzelfde. Alleen, je hebt dan misschien toch wel een extra behandelingetje nodig. Ja, oké. Okay, ja, zo. Want in principe doet het laserapparaat doet natuurlijk het werk. Ja. Dus ik ga er overheen. Maar ja, iemand die meer haar heeft, voelt dus ook meer prikjes. Ja, en, want nu voel ik het wel gelijk. Vorige keer had ik natuurlijk aan het begin dat ik het niet echt voelde. Klopt. Ja, nu voel ik het wel gelijk. Ja. Ja. Ik heb het ook niet zo hoog gezet. De eerste keer werkt het natuurlijk ook niet gelijk extreem hoog. Nee, dat snap ik. Wat je gaat voelen. Ja. Ja, dus het doet er dan van die koude gel op. Zodat je het ook minder voelt, toch? Of ja, is dus het gewoon al. Ja, het is echt contactgel. Echt ter bescherming van je huid. Want het zijn natuurlijk laserstralen. Ja. Lekker die witte benen in beeld. Oké. Okay. Kan ik even die oksel laten zien? Ja. Dat is wel fijn. Ja, dit zie je veel haar. En nu zie je gewoon lekker. Ja, ik denk dat ik echt dan helemaal niks meer hoef op een gegeven moment. Nou, we gaan even de oksel doen. Nu mag ik echt niet gillen. Hm. Ja, ik ben echt een baby daarmee. Is het een beetje plat? Ik weet niet waardoor ik dat heb opgebouwd. Ja, ik heb ook niet zo'n hoge pijngrens. Dus ik denk dat het gewoon echt persoonlijk is. De een geeft geen kick en de ander die gilt. Dus ja. Maar ik heb wel 1 tatoeage, toen had ik het helemaal niet. Ja, ik weet niet. Sommige mensen zeggen dat het lezen soms als een tatoeage voelt, omdat je die prikjes voelt. Maar weet je wat het is? Het verschilt ook per zone. Want als jij, die onderkip. Als je zeg maar lezen waar bot is, waar moet je scheren, voel je meer. Ja. Net als met tatoeages. Ja. Ik wil hem achter mijn nek. Ja. Waar heb jij een tatoeage gezet? Good morning, het is vandaag vrijdag, laatste dag en dan lekker weekend. Gisteren was ik mijn camera op school vergeten. Terwijl ik ging nog met mijn vriend lekker uit eten, heel spontaan. En we gingen lekker wandelen. En ik had een pakketje van Lovies, maar misschien laat ik die dan straks eventjes zien. En ik ben net even langs de supermarkt geweest. En ik heb even lekker ananas gehaald en lekker een broodje. Want we hebben dus vandaag sportdag, atletiek, baseball dacht ik en volleybal. Dus ja, ik moet daar gewoon bij zijn. Maar ik hoef zelf niet echt iets te doen. Dus dat is ook wel lekker op vrijdag. Dus dat eigenlijk. En we zijn dus bezig met echt een superleuke knutselopdracht. Volgens mij heb ik hem deze week nog helemaal niet laten zien. Ik weet sowieso niet of ik nou goed heb gefilmd. In het weekend wel. Maar ik dacht, ik ga hem jullie even laten zien. Want ik heb dus een mapje met knutselen. En we hebben deze. Zijn we aan het maken.
de magische kauwgomballenautomaat. Het is heel wisselend hoe ver kinderen zijn. Maar ik dacht, ik laat het toch eventjes zien. Oh, deze is echt al heel ver. Dus ze mogen dan zelf kiezen. Dit zijn dan donuts. Maar ja, je hebt ook hele andere dingen. Hartjes. Dit zijn van die kattenballen. Of ja, hoe noem je dat? Kattenballen. Deze. Nou, er zitten echt hele leuke tussen. En ja, ik heb dus van die magneetjes neergelegd, zodat ze daar die kauwgomballen mee kunnen maken. Echt heel cute. Helemaal blij mee.